staan hier voor de vernieuwde entree van het Van Gogh Museum. En het is natuurlijk het 125ste sterfjaar van Van Gogh. En ter ere daarvan hebben we een paar producten gecreëerd. We gaan naar binnen toe om er wat meer over te ontdekken. Jij bent de ontwerpster van de sieradenlijn van het Van Gogh Museum. Wat kun je daar ons over vertellen? Het was ontzettend leuk toen wij van het Van Gogh Museum de opdracht kregen om aan de hand van 3 verschillende werken een eigen sieradenlijn te ontwerpen. Dat was de zonnebloemen, de amandelbloesem en de irissen. Wat we hebben gedaan is een combinatie van diamant en goud. We hebben daarin ook verschillende kleuren edelstenen aangebracht. Het leuke hiervan is dat het allemaal hele kleine, fijne juwelen zijn, waardoor je ze heel makkelijk met elkaar kunt combineren. We hebben ringen gemaakt, colliers, oorbellen en armbanden. Dit is dan de collectie. Hier zijn de armbanden waar ik net al over vertelde. Juist bij de zonnebloem hebben we voor geelgoud gekozen, omdat geel natuurlijk de boventoon ook voert in het werk zelf. Maar voor de andere werken is juist voor wit goud gekozen, omdat dan het blauw van de irissen en de amandelbloesem beter tot zijn recht komt. En ook de handtekening van Vincent is verwerkt in de collectie. Ik ga nu in gesprek met de directeur van het Van Gogh Museum, Axel Ruger. Goedemorgen, meneer Ruger. Goedemorgen. Dit jaar is 125 jaar Van Gogh. Op welke manier wordt er allemaal bij stilgestaan? We besteden heel veel aandacht aan Van Gogh als inspiratiebron. En dat is onder meer met een grote tentoonstelling, daar staan we nu ook middenin, over Edvard Munch en Vincent van Gogh, de 2 grote meesters eigenlijk, vaders van de moderne kunst. We hebben ook een tentoonstelling met hedendaagse kunst. En dan niet in de laatste plaats ook door allerlei samenwerkingsverbanden, onder meer met Gassan. Een van de juwelenlijnen die we hebben mogen ontwikkelen is natuurlijk gebaseerd op het werk van Van Gogh, Zonnebloemen. Ja. Wat kunt u me over dat werk vertellen? Nou, we staan hier nu daarvoor, een van de meesterwerken van Van Gogh. De zonnebloem is A, het symbool van hoop, en B, ook eigenlijk het symbool voor de kunstenaar. Want de zonnebloem, net als de kunstenaar, draait zich toe naar het licht, naar de zon. Dit is hem dan, de Jegerle Coultre Van Gogh editie, met een unieke feature. Het werk van Van Gogh, de zonnebloem, 1 op 1 nageschilderd. Wat vindt u er eigenlijk van? Het laten zien hoe ver de inspiratie van Van Gogh eigenlijk kan reiken. En we merken ook dat het heel erg populair is bij het publiek.